onnozele Nikolai en zijn gevlekte paard. Ergens in het grote Russische Rijk leefde eens een eenvoudige man die 3 zonen had. De 3e zoon was onnozele Nikolai. Hij voerde nooit iets uit. Die onnozele Nikolai is geen knip voor zijn neus waard. Hij zit altijd maar in de hoek, achter de kachel in zijn neus te peuteren. Toen de vader op sterven lag, riep hij zijn zoons bij zich. Jongens, als ik gestorven ben, moet ieder van jullie op zijn beurt een nacht op mijn graf doorbrengen. Dat beloofde de zoons. Nadat de oude man was overleden en begraven, brak de nacht aan dat de oudste zoon op het graf moest slapen. Maar hij ging niet. Hij was er te lui voor of misschien wel te bang. Na het invallen van de duisternis zei hij tegen zijn jongste broer: Onnozele Nikolai, ga jij maar in mijn plaats naar vaders graf om er te overnachten. Jij voert toch nooit iets uit. Oh, goed hoor. Ik zal even een deken halen en dan ga ik. Onnozele Nikolai rolde zich in een paardendeken en ging op het graf van zijn vader liggen. Plotseling, tegen middernacht, ging het graf open en kwam de oude man tot leven. Wie is daar? Ben jij het, mijn oudste zoon? Nee, vadertje. Ik ben het. Onnozele Nikolai. Dat hoor ik. En waarom is mijn oudste niet gekomen? Tja, hij heeft mij gezonden. Dat is dan je geluk, mijn zoon. Mijn wijze, zwart-bruine grijze. En van over de uitgestrekte steppen kwam een vurig gevlekt paard aangaloperen. Vlak voor Nikolai steigerde het en toen stond het stil. Hier heb je een best paard, mijn zoon. En jij, braaf paard, dien mijn zoon zoals je mij gediend hebt. Daarna ging de oude man weer terug in zijn graf. Ga nu, braaf paard. Ga terug naar de steppen. Als ik je nodig heb, zal ik je roepen. En de volgende morgen? Zo, onnozele Nikolai. Heb je lekker geslapen op het graf van je vader? Oh, best hoor. Ja, daar komt er mooi van pas, hè. Want vanavond is het mijn beurt om op het graf te slapen, maar... ik ben wat verkouden. Ik zou er een longontsteking aan overhouden. He, ga jij maar in mijn plaats. Jij hebt toch niks anders te doen. Dat is goed, hoor. Die nacht sliep onnozele Nikolai voor de 2e keer op het graf van zijn vader. Toen de klok 12 sloeg, kwam de oude man weer tot leven. Ben jij daar, middelste zoon? Nee, ik ben het weer, vadertje. Dan heb je weer geluk. Mijn zoon. Mijn wijze, zwart-bruine grijze. En weer kwam over de steppen een vurig gevlekt paard aangaloperen. Hier heb je een braaf paard, mijn zoon. En jij, best paard, dien mijn zoon zoals je mij gediend hebt. Daarna ging de oude man weer terug in zijn graf. Onnozele Nikolai sprak een paar lieve woordjes tegen het gevlekte paard en stuurde toen terug naar de steppen. Als ik je nodig heb, laat ik het je weten, braaf beest. De volgende morgen ging onnozele Nikolai terug naar huis. Ook ditmaal vertelde hij zijn broer niets van wat er was gebeurd. Zo, onnozele Nikolai. Je lekker geslapen vannacht? Prima, hoor. Die nacht was het de beurt aan onnozele Nikolai om op het graf te slapen.
Voor de derde maal ging hij in een paardendeken gerold op het graf liggen. Om 12 uur kwam de oude man weer uit zijn graf. Hij wist al dat Nicolai er zou zijn. Mijn wijze, zwartbruine wijze. En voor de derde maal kwam het vurig zwartbruin-grijze paard aangaloperen. Brave gevlekte, dien mijn zoon zoals je mij gediend hebt. Vaarwel, mijn zoon, het zal je goed gaan. Nadat de oude man weer in zijn graf was teruggegaan, streelde hij het dier nog even en stuurde het weer terug naar de steppe. De volgende morgen keerde hij fluitend naar huis terug en leefde rustig verder. De beide broers werkten, maar Nicolai deed nog steeds niets. Op zekere dag kwam er een boodschapper van de tsaar in de stad. Boeren, burgers en buitenlui. De tsaar maakt bekend dat over 7 dagen... een steekspel zal plaatsvinden. Oh, dan moeten we heen. Aan degene die het lukt om het doekje met het portret van het Tsarevna, dat 30 balken hoog aan de paleismuur hangt, weg te steken, zal hij de Tsarevna ten huwelijk geven. Zegt het volk! Zegt het volk! Dat kan toch helemaal niet? Dat lukt toch niemand? Dat portret hangt toch veel te hoog? Dat kan toch helemaal niet? De beide broers wilden erheen rijden om te zien wie erin zou slagen. Onnozele Nicolai zat weer op de kachel achter de pijp toen ze vertrokken. Als jullie me paard geven, dan kan ik ook meedoen. Blijf jij nou maar op de kachel zitten. Niks nut. Ja, waarom zou jij eens hemels aan er naartoe gaan? Om de mensen te laten lachen, zeker? Ja, blijf jij maar thuis, als Suffert. Toen de beide broers vertrokken waren, ging onnozele Nicolai naar het open veld tot aan de rand van de steppe. Mijn wijze, zwart-bruin grijze. En daar kwam het vurige vlekte paard aangaloperen. En wat gebeurde er toen onnozele Nicolai het paard zachtjes op de hals klopte? Tje, wat gebeurt er nu? Waar ben ik ineens mooi gekleed? Die fluwelen mantel is afgezet met kostbaar sabelbont. Ik zie eruit als een knappe, rijke jonge man. Ik heb mezelf niet meer terug. Vrij uitgedost vertrok Nicolai op zijn zwart-bruin-grijs gevlekte paard naar het steekspel. Kijk eens naar die knappe jonge man die daar komt aangalopperen. Oh, wie is dat? Kennen jullie hem? Nee, die heeft een gevlekte paard. Nee, die hebben we nooit gezien, hoor. Hij ziet er wel kranig uit, hè? Ik ben wel benieuwd, leuk. En terwijl het gevlekte paard een reusachtige sprong maakte, stootte Nicolai met de punt van zijn sabel het portretje van de muur. Waar is hij opeens gebleven? Hij is nergens meer te bekennen. Hoe kan dat? Inderdaad, onnozele Nicolai was verlegen. Hij had de kortste weg naar huis genomen. Niemand had hem zien vertrekken. Toen hij van zijn gevlekte paard afsteeg, veranderde hij weer in de slordig, geklede, ongekamde Nicolai. Toen zijn broers thuis kwamen, zat hij weer achter de kachelpijp. Je hebt me gemist, broeder. Dat was een knappe jongeman, niet zo'n laps van zoals jij, maar een kranige vent. Hij stootte in 1 sprong het portret van de Tsarevna van de muur. Nu gaat die jonge man zeker met de Tsarevna trouwen. Nee, dat is te zeggen. Hij verdween. Verdween? Ja, opeens was hij nergens meer te bekennen. En daarom geeft de tsaar morgen een groot bal. Hij hoopt dat die kranige jonge man dan zal komen om de hand van zijn dochter te vragen. Nou, wij gaan er in ieder geval wel naartoe, hè? Daar willen we bij zijn, hè? De volgende dag gingen de broers in hun beste pakken naar het bal. Onnozele Nicolai ging er ook heen, ofschoon hij geen deftig pak had. Op het bal aangekomen zocht hij een plaats achter de kachelpijp en keek vol bewondering toe. De tsarevna deelde zelf het bier uit. Maar hoogheid, waarom laat u mij dat niet doen? Omdat ik erop let of een van hen het doekje met mijn portret gebruikt om zijn mond af te vegen. Want dat moet mijn bruidegom zijn, mijn beste lakei.
De laatste wals van het bal klonk door de zaal. Nee hoor, hij is er niet bij. Wat jammer. Ik had me er zo op verheugd. Wacht eens, die jongeman achter de kachelpijp heb ik nog niet gehad. Alsjeblieft, jongeman. Jij hebt nog geen bier van mij gehad. Dank u wel, Hooghet. Dat zal smaken. En toen haalde hij het doekje met het portret van het Tsarevna tevoorschijn om zijn mond af te vegen. Vader, vader, kom eens gauw hier. Dit is mijn verloofde. Zie je dat, broer? Dat is onze onnozele Nikolai. Maar het is toch onmogelijk? De Tsarevna lijkt wel gek geworden om zijn onnozele hals voor de verloofde aan te zien. Kinderen, gefeliciteerd. Knap je op en maak je schoon, jongeman. Morgen zul je mijn dochter trouwen. Toen onnozele Nikolai zich had opgeknapt en andere kleren had aangetrokken, zag hij er heel anders uit. Hij werd een keurige, verstandige jongeman. En niemand noemde hem ooit nog onnozele Nikolai. En zijn beide broers zagen groen van jaloezie.